Ik ben Lia Reensveen. Ik woon in Delft. Ik werk ook in de zorg bij de herbergier. Maar wat ik ook heel graag doe, waar eigenlijk ook een stukje van mijn interesse ligt en wat mijn passie is, om spiritueel coach te zijn. Spiritueel coach houdt eigenlijk in dat als je ergens een pijntje hebt of een verdrietje hebt, dat ik met je ga praten. Al pratende kom ik er dan achter, of komen we er samen achter, wat we eraan kunnen doen. Soms word ik daarbij geholpen als een soort boodschapper van boven. Daarin word ik bijgestaan door mijn gids. En mijn gids is Tatanka Iyotake. We zullen hem hier in Nederland ook wel kennen, maar hij is meer bekend in Amerika. En daar onder de naam Sitting Bull. Hij was medicijnman en aanvoerder van de Sioux-Indianen. Ik heb hem ontmoet in een droom, toen ik in een hele verdrietige periode zat. En hij heeft me eigenlijk een beetje doorheen geholpen. En hoe vreemd het misschien ook nu mag klinken, het is echt een verandering geweest in mijn leven. Hij overhandigde mij een witte veer. En witte veren staan voor als teken van ik ben je gids, ik ben bij je. En toen ik zijn gezicht zag, ik hoorde verder niets, ik hoorde zijn naam niet. Ik was eigenlijk overdonderd door wat ik zag, maar ik wist wel dat ik zijn gezicht moest onthouden. De dag daarna ben ik gaan zoeken op internet en daar kwam zijn gezicht meteen naar voren. Vanaf dat moment is hij eigenlijk altijd bij me, helpt hij mij. Met name met de energie die ik mag geven aan mensen, de energie die uit mijn handen komt. En als dank dat hij bij me is, heb ik zeg maar de veer die heel veel indruk heeft gemaakt, de allereerste keer op mijn arm laten zetten. En dat is deze veer. Een paar jaar later heb ik mede dankzij mijn collega's van de herbergier, waar ik nu werk in de zorg, heb ik geld gekregen om deze mooie tato op mijn arm te laten zetten. Ja, het is een eerbetoon aan Tatanka Iyotake, oftewel Sitting Bull. Mijn eerste tatoeage was deze. Ik weet niet of je hem zo goed kan zien. Het is een letter uit het engelenalfabet. Wat betekent heling vanuit de ziel. Nog voordat ik bewust was van de energie die uit mijn handen komt, wist ik dat er wel iets speciaals mee was. Mijn handen waren altijd warm en ik zag en merkte dat mensen er rustig van werden en dat het iets met mensen deed. Toen dacht ik van ja, dat wil ik vertalen in een mooie symboliek, want ik ben daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Ja, weet je, het is natuurlijk wel een beetje een zweverig verhaal en ik kan me voorstellen dat mensen vraagtekens erbij hebben. Alleen ik sta er wel volledig achter. Als je geïnteresseerd bent of je wilt meer over mijn verhaal weten, ja, dan nodig ik je uit om een keertje langs te komen. Of eerst even te kijken op mijn site, tatankacoaching.nl. Daar staat in van wie ik verder nog ben en wat ik voor je kan betekenen. En ja, misschien zie ik je wel een keertje hier zo bij mij op de bank.